Vrienden, is het jullie ook opgevallen? Ja, ja, dat kan niet anders. De Mark, die doet het in zijn broek voor de Caroline. Ja, ja, ja. Hier, kijk even met me mee. Dit zijn de laatste peilingen. Ja, en wat zien we daar dan? VVD, die levert 2 zetels in en gaat terug naar 21. En de BBB van de Caroline, die gaan, hup, die gaan omhoog. 2 zetels winst naar 19, tweede partij van Nederland op dit moment. Ja, en dat ziet de Mark dus ook. En de Mark, met al zijn wijze mannen om zich heen, die denken bij zichzelf, dat is gevaarlijk. Dat gaat helemaal niet goed. En wat hebben we nou gezien? Ze konden in debat bij de Jinek. De VVD, die Rutte, met de Mark met de Caroline. Nee, er werd afgezegd, ging niet door. Nee, 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 daar had de Mark geen zin in om in debat te gaan. En de Caroline, die irriteerde dat natuurlijk. Want die zoekt hem op, ja, want die weet ook wel dat de Mark een paar hele zwakke momenten op zijn cv heeft staan de laatste jaren. Dus die denkt, ja, daar gaan we dan, en zeker over de stikstof. En toen zeiden ze natuurlijk voor de boeren. Dus zij blijft hem achtervolgen met, hey Mark, waar blijf jij? Maar wanneer gaan wij in debat? En ik ben er klaar voor. En wanneer gaan we bij Jinek zitten? En anders doen we het wel daar en daar. En de Mark was eerst nog stoer. Want de Mark die zei nog van, ja, nee, dat ga ik zeker doen. Nee, 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 geen probleem. Ik ga in debat met de Caroline. Ja. Ja, ik ken dus de vader van de Caroline. Die heb ik goed gekend, redelijk goed gekend. Wil van der Plas, oud sportjournalist bij David de Dagblad. Ja, en om in voetbaltermen te blijven. Ja, de Caroline, die zette druk. Heel veel druk met heel veel energie op de helft van de Mark. Ja, en uiteindelijk kwam de Jair en die zei, nou oké, jij hebt gezegd, we gaan het doen. En wanneer komt het debat er dan? En toen, ja, daar was hij weer. Onze paling, die zei van, nou nee, ik moet eerst op vakantie. En daarna moet ik nog druk op campagne. Dus daar is geen tijd meer voor. Kijk, de Mark, vrienden, is bang voor de Caroline. Nou. Ik zou hem noteren. Caroline, ik zou hem noteren als hoogtepunt in je carrière. De minister-president is bang voor jou.